oorspronkelijk is hier een school geweest, de Spangenberg School. Maar toen bestond de behoefte om het te verplaatsen. Maar het gebouw was er nog. En op initiatief heeft wijlen dominee Polane senior burgers op aanvraag hier kunnen huisvesten. Op dit moment hebben we 31 bewoners. Dank u, heer. Dit hebt u voor ons gedaan. En we missen geen dag om te bidden, hè? Elke morgen als we samen zijn, bidden we tot de Heer en roepen we hem aan. Zeg, Heer, u bent de enige die ons kan helpen. En we zien zijn hand serieus in ons leven. Als ik zo om me heen kijk, dan zie ik dat grote delen van het gebouw aan verval onderhevig is. Omdat het ook oud materiaal is. Het is hout. En dit gebouw bestaat al langer dan 100 zoveel jaren. Het is aan vernieuwing toe. Blijf God vertrouwen. We blijven de Heer aanroepen. Vader, u kunt ons niet in de steek laten, maar we leggen onszelf in uw handen. En we gaan verder. Dat is het. We kunnen zeggen, we gaan nu niet zeggen, we keren terug. Wat doen we met ze? Gaan we ze niet te eten geven? Gaan we ze niet te drinken geven? Nee, ze moeten op tijd alles krijgen. En God zal voor ons zorgen, Daniel. Zeker weten. 100%.